Gewoon een tijd, ja een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, God de fur. Hier zijn we grandioos in fun. Ga je ook altijd gek praten als je hier bent? Ja, als je in Friesland bent, dan ga je altijd een beetje raar vreemd. Ja, heel mooi, ja. Ja, het is voor ons in Groningen, maar we zijn over de grens. Food Factory, ambachtelijk ijs. Oh. En ook een taartje voor Christian. Ja, die is toch jarig. Op... Ja. Mark Begeman, die maakt toch ijs? Ja. En ontsmettingsmiddel? Ja. En nu ook nog iets nieuws, maar dat kan hij beter zelf vertellen, dat is wel leuk. Maar binnenkomst, handen voor de eerst even de handen desinfecteren. Alvast bedankt. Dit is de spray. Kijk. Oh. Dit mocht er. Doe maar eens even een beetje op de handen. Hey, het was vorige week wel echt ijsweer. Ja. Verkopen jullie nog ijs nu? We hebben vorige week voor het eerst ijs verkocht. Dus het ging wel? Hartstikke goed. Ja. Ja, uitverkocht. Dus, Oh, ja. 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 Hey, maar hoe kwam je nou, want jullie zijn ontsmettingsmiddel gaan verkopen. Hoi. Maar hoe kwam dat zo? Ja, we zitten hier in de ijsfabriek. Wij zijn zelf van de ijsfiets, dus wij zijn Nederlands grootste ijskar-exploitant. We werken heel nauw samen met de fabriek waar we nu zijn. En een man die heel vaak over de vloer komt hier, die is medisch adviseur. En die kreeg in het ziekenhuis heel veel te horen dat er tekorten waren in de desinfectant. En die zei van ja, ik kan aan ingrediënten komen. Hier hebben we een hele reine ruimte. Kunnen we dat hier produceren? En wij zijn gevraagd om dat op te pakken, om te zijn te verkopen, personeel te regelen, transport, alles, de boekhouding. Dus daar gaat nog een trein. Hey. Hallo. Hey, kijk eens, er staat... Wielronde man achter je. Oh. If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. Wow. Dat heb jij goed begrepen, jongen. Ja, dat heb jij zeker goed begrepen. Hey Mark, jij zou normaal natuurlijk de hele zomer festivals draaien. Maar ga jij nu afhankelijk van het weer, ijsverkoop als mooi weer is, denk je dan nu gaan we weer een dag ergens naartoe? Of? We hebben nu 30 ijsfietsen stilstaan. Dus ja. Wij gaan nu als het mooi weer is, zijn we heel erg op zoek naar vaste plekken. Waar wij gewoon op toeristische gebieden, waar iedereen even in de natuur gaat lopen, proberen gewoon vaste plek te creëren. Maar eigenlijk, zonder de ontsmettingsmiddelen, had je wel een probleem gehad. Dus. Nou, we hadden 90%, meer dan 90% van de omzet verdwenen als sneeuw voor de zon. Voor ons als bedrijf. Plus dat de ijsfabriek nog eens een keer 80% van de orders werd ingetrokken. En een adviesbureau van onze medisch adviseur die lag ook op zijn gat. Dus drie bedrijven hadden serieus een groot probleem. Ja. En die zijn nu allemaal gered. Ja. Zo. Ja. Geweldig, man. Ja. 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 Echt een ondernemerschap. Zullen wij even een ijsje proberen? Ja. Ja, 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 ja. Nice, Fruit Pops. Hoe is ie? Heel lekker, ja, echt. Heerlijk ijsje. Ja. Ja. Hier wat anders dan een perenijsje. Hebben jullie in Leeuwarden niet, hè? Oh, jawel. Shit. Shit. Ja, dat knip je eruit. Mark. Wij van jou een ijsje. Jij van ons. Een bal. De bal. Een mooie FC Groningen bal. De bal. Geef die bal een mooi plekje, want die zal je voor altijd herinneren aan deze rare periode. Ja, ik wil dan wel een handtekening van jou erop. Oh ja? Dat wil ik zeker. Niet op je bil. Op mijn tiet. Ik hoop je snel weer te zien in ons stadion. Ik go. Kop de deur. Kop de deur. Oh! Oh! Dat is niet onaardig. Nou, ik denk dat het niet onaardig is. Ik doe het badje niet zomaar na. Met ijs in de hand. Helemaal niet. Mark, zet hem op, jongen. Kop de vuur. Dankjewel. Maak jullie ook een lange gezondheid. Dankjewel, jongens. Succes. Leuk. Hoi. Hoi. Grandgeveur. Hier zijn de grandioze fun.